Oké, dit is de derde film in de serie over energie en arbeid. En deze gaat over arbeid en kinetische energie. En de kinetische energie, nou, die gaat ook nog wel langskomen, dat weet ik wel zeker. Goed, we gaan naar de opgave. 11. Een gemaal bevat pompen die water uit een polder of een meer kunnen verplaatsen om het waterniveau op peil te houden. Het gemaal pompt per minuut 100 kubieke meter water 6,0 meter omhoog. Toon aan dat de kracht die de pompen moeten leveren gelijk is aan 1,28 maal 10 tot de 6e newton. Grappig, in de papieren versie staat 1,27 maal 10 tot de 6e newton. Maar goed, oké. Maakt niet uit. Goed, dat ga je doen natuurlijk met de kracht is de massa maal g. Die gaat natuurlijk meespelen. Maar je moet wel weten wat de massa is van het water en die staan niet gegeven. Wel het volume en je weet wat de dichtheid van water is. Die kun je opzoeken in de tabel van Binas. Oké, dat is niet gedaan. De dichtheid van water is 9,982 maal 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. Binas tabel 11. Het volume is 130 kubieke meter. Dat staat hier in het verhaaltje. Dat staat daar. Als je niet met elkaar vermenigd, nee, niet als je niet met elkaar vermenigd, ja, wel als je niet met elkaar vermenigd, massa is dichter dan volume, dan krijg je dus de massa. Nou, hier is dat gedaan. 1,9197 maal 10 tot de derde kilogram. Nou, die kun je dus gebruiken om de zwaartekracht uit te rekenen. Doe je met massa maal g, g is 9,81. Massa hebben we net uitgerekend, die staat hier, dus die vermenigvuldig je met elkaar. Nou, hier komt dan 1,237 maal 10 tot de zesde newton. Dus mijn papierenboek zit er dichterbij, want het is inderdaad 1,27 maal 10 tot de zesde en niet 1,28. Maar goed, belangrijk is dat niet. Bereken het nuttig vermogen dat de pompen van het gemaal leveren. Oké, nou, nuttig vermogen, dan moet je natuurlijk hebben wat erin gaat en wat eruit komt aan aan energievorm. Nou, nuttig vermogen breek je met de arbeid en de tijd dat de verplaatsing heeft plaatsgevonden. En de arbeid bereken je met de pompkracht en de verplaatsing. Dus dat gaan we doen. Eerst maar de arbeid van de pomp is de pompkracht maal de verplaatsing. De kracht van de pomp was 1,7 maal 10 tot de 6e newton. Dat stond hier. En hebben we ook aangetrokken dat ze wist. De hoogte was 6 meter. Oké, met elkaar vermenigvuldigd krijg je dan de arbeid die dat ding levert. 7,626 maal 10 tot de 6e joule. Oké, dan het vermogen. Het vermogen is de arbeid die de pomp heeft gedeeld door de tijd. En die tijd was 60 seconden. Dus deze aantal joule deel je door die 60 seconden. En dan krijg je dus 1,27 maal 10 tot de 5e zal het wel wat zijn. Ja. Ja, als je dat narekent, dan klopt dat. Die gedeelte die is 1,27 maal 10 tot de 5e wat. Oké, prima. Opdracht 12 dan. De Ferrari 612. Of 6L2, wat is het? Scaglietti levert een vermogen van 397 kW bij een topsnelheid van 315 km per uur. De totale weerstand die deze auto ondervindt wordt gegeven door weerstand totaal is de weerstand van de lucht plus de weerstand van het rollen. En die laatste is constant met 0,8 maal 10 tot de derde newton. We rekenen dan de luchtweerstand van de Ferrari bij topsnelheid. Oké. Het vermogen van de auto, die weten we. Je weet de snelheid van de auto. Met vermogen is kracht maal snelheid kun je dan die kracht uitrekenen. En die kracht die je dan uitrekenen, dat is de luchtweerstandkracht. Oké, nou dan gaat die 397 kilowatt. Dat is het vermogen van de auto, staat in het verhaaltje. Is 397 maal 10 tot de derde watt. Oké, 350 kilometer prima per seconde. Dan delen we 3,6, 87,5 meter per seconde. Kijk, die stop je allebei in het formuletje, wat hier, dat is hier gedaan. 397 maal 10 tot de derde is F maal 87,5. Die twee dan op elkaar delen, krijg je je antwoord 4,7537 maal 10 tot de derde, zal dat wel zijn, newton. Oké, dat is dus de luchtweerstand. Er komt er nog 0,80 kilonewton bij, dat is dus 800 newton komt er dan bij. Nou, die tel je dan bij me kijken. Dus dit is de totale luchtweerstand, niet de luchtweerstand, het is de totale weerstand, sorry, mijn fout. Die komt dus ook hier in het formuletje. En de rolweerstand, die 800, komt daar en is dit de luchtweerstand. Ja, zo is het. Dus die min die. Oké, nou, 800 eraf halen. Komt dan dus uit op 3,7 maal 10 tot de derde newton. Moesten we dat uitrekenen, berekenen de luchtweerstand? Ja, oké. Een Peugeot
307 XR1.4 heeft een vermogen van slechts 65 kW. Dat is 6 keer zo laag als de Ferrari. De topsnelheid van de Peugeot is 172 km per uur. Komt het dat de topsnelheid van de Peugeot niet 6 keer zo laag is. Nou, de luchtweerstand is wel afhankelijk van de snelheid. Hoe groter de snelheid, hoe groter de luchtweerstand. En de totale weerstand is dan natuurlijk ook groter. Als P 6 keer zo groot wordt en de totale weerstand wordt ook groter, dan is dat dus minder dan 6 keer zo groot bij deze snelheid. Ja, want de rolweerstand die speelt ook nog mee. Nou, dus nog maar even bij herkapelleren. Bij de vraag is dus het vermogen dus 6 keer zo groot. De totale weerstand die is ook heel veel groter. En vandaar dus dat deze snelheid niet ook 6 keer groter moet worden. Want dat zou zijn als deze constant was, maar die is niet, deze wordt groter. Ja, vandaar. Oké, 13. Tijdens een honkbalwedstrijd vangt de catcher-vanger een honkbal. De bal heeft een massa van 0,15 kg. De snelheid van de bal als deze de handsom van de catcher bereikt is 15 meter per seconde. Tijdens het vangen beweegt de handbal 10 cm achter, oftewel 0,01 meter. De bal is dan afgeremd tot stilstand. 7:08:18. Oké, je ziet dat. Dit is die 10 cm. Die verplaatst wordt dan, bereken dan de gemiddelde remkracht die op die bal wordt uitgeoefend. Oké, we moeten eerst even kijken wat voor energie dat die bal heeft. Dat is volgens mij alleen maar bewegingsenergie. Ja, dus deze hele, daar blijft alleen maar een halve V² van over. Aan het eind is die 0, dus je moet eigenlijk alleen maar de kinetische energie in het begin weten. Dat is halve V² en half maal de massa, dan komt 15 maal 50 meter in seconde in het kwadraat. 1,8 × 10⁻², de joule. Waarom staat hier nou een min voor? Ja, de snelheid is afgenomen, dus de kinetische energie is ook afgenomen met deze waarde. Oké, goed, dat is mooi. Waar is dat door gedaan? Dat is gedaan door een remkracht en dat is gedaan over een afstand van 0,10 meter. Oké, dus W is F maal S. W die weten we, dat is gelijk aan deze waarde. De afstand is 0,1 meter. Oké, als je die dan invult, dan moet je dus, om de kracht te weten, deze waarde delen door die 0,1. Dus dan wordt die eentje groter. 1,8 × 10⁴ meter wordt het dan. Ja, maar dat is zo slecht leesbaar. Maar dit is dus een tweede macht als je dat uitgerekend hebt op je rekenapparaat. En dan wordt dit dus een derde macht. Oké, 14 dan. Jenny rijdt met een auto met een snelheid van 100 km per uur. De massa van de auto en Jenny samen zijn 900 kg. Om een vrachtauto in te halen moet Jenny de snelheid van de auto verhogen. Tijdens de versnelling geldt. De motor van de auto oefent de kracht uit van 270 kN. De auto legt 74 meter af. De gemiddelde weerstandskracht is 0,55 kN. Reken de snelheid in kilometer per uur die zij na 74 meter heeft. Goed, dan wil je dus het verschil in kinetische energie hebben. Dan moet je met half een week dat vooraf doen en half een week dat aan het eind. En die moet je van elkaar afhalen. Ja, aan het eind hier en aan het begin hier. Ja, daar weet je alles van, behalve de snelheid in het eind. Hè. De half is natuurlijk een half, dit is 900 kilogram, deze weet je niet. Dit is ook een half, dit is 900 kilogram, deze weet je wel. Die was 100 km per uur, moest je er even meter per seconde van maken. Dat is hier 27,77, dus die komt dan daar. Nou, als je dat dan allemaal invult, hier is dat gedaan, zie je dat het half maal 900, maar de snelheid in het kwadraat, min een half maal 900, maar 27,77 in het kwadraat, oké. Deze berekening laten we even staan, komen we later op terug, want als we deze weten, dan kunnen we deze bepalen. Je hebt nu twee onbekende, deze is onbekend en die is onbekend. Oké. Het kinetische energieverschil wordt natuurlijk veroorzaakt door krachten. En er zijn twee krachten die werken, een afremmende kracht en een versnellende kracht. De afremmende kracht die werkt natuurlijk tegen en die geeft dus negatieve arbeid en de voorstuurde kracht van de motor die levert een positieve arbeid. Dat gaan we allebei uitrekenen. Dat gebeurt hier en dat gebeurt hier. Eerst dan de arbeid van de remmende kracht. Nou, die kracht is 0,55 kN. En over 74 meter. Dus als je dat met elkaar vermenigvuldigt, is min 4,07 × 10⁴ N. Dat zal wel newtonmeter moeten zijn, oftewel joule. Dat is een foutje, denk ik. Oké.
Dan voor de motorkracht, ook krachtmaal. De motor heeft een kracht van 2,7 kN en ook over die 74 meter, dus met elkaar vermenigvuld is dan 1,998 maal 10 tot de 5, dus zal dat zijn newtonmeter ook weer. Even nareken. Ja, dat is hier, dat is een vijfde macht. 1,998 maal 10 tot de vijfde newtonmeter. En dit is ook newtonmeter, oftewel joule. Dit is een negatieve app, dit is een positieve app. Dus als je ze bij elkaar neemt, dan krijg je 1,591 maal 10 tot de vijfde joule. En dat is dus gelijk aan deze kinetische energieverschil. Die hadden we nog openstaan. Deze waarde kunnen we dus op die plaats invullen. Dan hou je alleen maar de snelheid over. Nou, hier is dat gedaan. Deze wordt dus even overgenomen. En die komt hier nog een keertje, zoals je ziet. Plus dat er hier dan die ene nieuwe waarde die we hier gevonden hebben ingevuld is. En dan hou je alleen nog maar deze over. Nou, dan moet je nog wat. Moet je dit natuurlijk eerst uitrekenen, dit hele stuk. Dat haal je de, dat, deze en die haal je dan van af. Min minder wordt dus plus. Dus je doet hem erbij aan die kant. En dan deel je door. Deel door een half en dan deel je door 900. Oké. En dan haal je nog de wortel eruit. En als je dat allemaal goed deed, kom je eruit dus op 33,53 meter per seconde. 10 km per uur is normaal 3,6. 120 km per uur. 1,2 maal 10 tot de tweede. Als je het significant goed wil doen. De Jan van Gent. Die heb ik al eens eerder gezien. De Jan van Gent is de grootste zeevogel van het Noordzeegebied. Die figuur 1819. Hij leeft van vis die hij door middel van een snelle duik uit het water haalt. De massa van de Jan van Gent is 2,8 kg. Op tijdstip T is 0. Versnelt hij zonder een verticale beginsnelheid door middel van een krachtige vulslag gelotig naar beneden. Behalve de zwaartekracht levert dus Jan van Gent zelfs een spierkracht. Op T is 0,82 is zijn snelheid 97,2 km per uur. Laat met een berekening zien dat de gemiddelde versnelling van Jan van Gent tijdens de duik 33 meter per seconde kwadraat is. Hij begint met snelheid 0 en eindigt met snelheid 97,2. Deel door 3,6 is 27 meter per seconde, 97 km per uur. Dat doet hij in 0,82 seconden. Dus de versnelling is het snelheidsverschil gedeeld door het tijdsverschil. 27 meter per seconde snelheidsverschil in 0,82 seconden op elkaar delen is 33 meter per seconde in het kwadraat. En dat moesten we aantonen. Bereken de gemiddelde kracht die de Jan van Gent tijdens dit deel van de duik levert. Er werken dus twee krachten. De zwaartekracht en de kracht die nodig is voor de versnelling. Die zal groter zijn en het verschil tussen daartussen zal dan de kracht van Jan van Gent zijn. Eerst maar even de zwaartekracht. 2,8 kg is zijn massa, 9,81 is de gravitatieversnelling van de ene film in elkaar, 27,47 newton. De versnelling is FSMLA is die 27,47 newton plus de kracht van de vleugel is 2,8 kg maal de versnelling die we hadden uitgerekend bij A. Die is veel groter dan 9,8. Dus als je dat dan uitrekent, dan moet je dus 27,27 min 2,8, of sorry, gedeeld door min 2,8 maal 32,9 doen. En dan komt het uit 64,6 newton, oftewel 65 newton. Vanaf T is 0,82 seconden wetverlenigd de zwaartekracht op de Jan van Gent. Deze bevindt zich dan 28 meter boven het wateroppervlak. Bereken met behulp van de wet van Abbett en de kinetische energie met welke snelheid de Jan van Gent in het water terechtkomt en verwaarloost de luchtweerstand. Noem het eigenlijk net zoals in een eerdere sommen. Je moet het verschil tussen kinetische energie berekenen tussen het eind en in het begin. Dus half een V-kwadraat en half een V-kwadraat. De massa is 2,8 kg. De snelheid was 27 meter per seconde. En de eindsnelheid weten we niet. Dus het is allemaal hier netjes ingevuld. Net als in die som over de half maal 2,8 maal V is 1 kwadraat min half maal 2,8 maal 27 kwadraat. Dat is een eerdere som. Moeten we deze uitrekenen. En als we die dan hebben, dan kunnen we deze bepalen. Nou, deze is gelijk. Het kinetische energieverschil wordt veroorzaakt door de arbeid en de arbeid wordt veroorzaakt door de zwaartekracht. Er is geen andere kracht. De zwaartekracht die werkt over 28 meter. De zwaartekracht is 27,47 newton. Dat hadden we al eerder uitgerekend. Bij B, die twee met elkaar vermenigvuldigd, is dan 7,69 maal 10 tot de tweede joule. Dat is de arbeid en dat is ook het verschil in kinetische energie. Dus die mag je daar invullen. Dan kun je dus deze hele formule keer meenemen. En die wordt dan hier weer een keer opgeschreven. En met die 7,69 maal 10 tot de tweede ingevuld. Dan is het wel een kwestie van wat rekenwerk. Net zoals in die vorige som, alleen een andere getal is een anders. Dus wat er dan uitkomt is 36 meter per seconde. Dat was paragraaf 3.